Bij de actieve werk van flitsen is het de bedoeling dat de docent flitskaarten uitdeelt. Op deze flitskaartjes staan vragen op de voorkant en de bijbehorende antwoorden staan op de achterkant. Laat de leerlingen bij deze actieve werkvorm in tweetallen werken, waarbij de ene leerling de vragen op de flitskaart beantwoordt en de andere leerling het antwoord goed of fout keurt. Op het moment dat er een fout antwoord wordt gegeven, wordt de flitskaart onderop de stapel gelegd. Op het moment dat er een goed antwoord wordt gegeven, wordt het kaartje op tafel neergelegd bij de leerling die antwoorden geeft. Wanneer alle kaartjes behandeld zijn, wisselen de leerlingen van rol. De actieve werkvorm flitsen is een handige werkvorm om bijvoorbeeld feitenkennis en begripskennis te trainen binnen jouw vakgebied. Je zou er eventueel ook voor kunnen kiezen om leerlingen zelf flitskaartjes te laten maken over de leerstof, waarna ze elkaar vervolgens overhoren met de ontworpen kaartjes.